Wat gebeurt er met een stuk spoor dat niet meer wordt gebruikt? Nou, er zijn allerlei spoorlijnen in Nederland die niet meer worden gebruikt. En dat zijn vaak spoorlijnen naar industriegebieden. Daar rijden geen personentreinen op, maar van oorsprong goederentreinen. Deze spoorlijn die wordt nu helemaal niet gebruikt. En we hebben ook rondgevraagd aan het bedrijfsleven. Ja, er is ook niet de bedoeling dat hier nog weer goederentreinen op gaan rijden. Dus we zitten er eigenlijk een beetje mee. Wat we graag willen is deze spoorlijn onder andere verkopen. Nou, dit specifieke stuk spoor bestaat ongeveer uit 6 hectare grond aan traject. Het is natuurlijk de grond onder het spoor zelf, maar ook iets daarbuiten nog. Bij dit spoor zitten nog een aantal kunstwerken, zoals het dan heet in spoorland. En dat zijn bruggen, zoals deze brug hierachter. En dit is een brug uit de 70e jaren. Die is gekomen ter vervanging van een nog andere brug die hier zat vanaf het begin, uit 1947. Er zitten ook nog wat overwegen in en wat seinpalen. Dus eigenlijk alles wat je zou verwachten bij een spoorlijn. En ja, daar zou je best wel hele leuke dingen mee kunnen doen. Je ziet in Nijmegen bijvoorbeeld dat daar spoorfietsen worden verhuurd op een oud stuk spoor. En dan kunnen toeristen daar lekker op fietsen. Ja, je kunt je misschien ook wel voorstellen in deze omgeving dat het wel een hele mooie filmlocatie zou kunnen zijn. Of anders voor aannemers om er mee te oefenen met de spoorvernieuwing. Maar misschien is het ook wel een idee om hier een bijensnelweg van te maken voor natuurliefhebbers of een wandelpad. Ja, eigenlijk allerlei mogelijkheden. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat mensen zelf verzinnen voor een mooi idee voor deze spoorlijn. Er zit eigenlijk niet echt een prijs op. Het is tegen elk aannemelijk bod. Het kost ons een hoop geld om deze spoorlijn te onderhouden. Dus iemand die denkt, nou, daar kan ik wel mijn radijsjes op verbouwen, dat lijkt me wat onhandig. Tegelijkertijd, ja, het bespaart ons een hoop geld als we er vanaf zijn. Dus iedereen die serieus is, laat hem vooral bellen of mailen.